Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Wijnhorst. Broeders en zusters, fijn dat we in het kader van het dagelijks woord weer met elkaar verbonden zijn. Het is de bedoeling dat ik de versen 42 en volgend bespreek. Ik pak eerst toch nog even de vraag uit vers 35 op. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? Nou, dan geeft Paulus verderop het antwoord. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt dat oma begraven werd en dat uw dochtertje vroeg, papa, waar is oma nu? En misschien mompelde u zoiets als, bij de Heer Jezus in de hemel, u wees daarbij omhoog. En misschien vroeg uw dochtertje toen, maar waarom wordt haar lichaam dan begraven? In de grond. Als oma boven is, waarom gaat de kist dan naar beneden? Moeilijke vragen. Dat zijn blijkbaar vragen die ook leefden in de gemeente van Korinthe. En Paulus gaat daarop in. De vraag waar het om draait is, hoe, op wat voor manier worden de doden weer levend gemaakt? Wat voor lichaam hebben ze dan? Want wat er van een mens overblijft, dat stelt toch niet zoveel voor. En Paulus wees naar de natuur. Neem nu eens een tarwekorrel. Om vrucht voort te brengen moet die in de aarde vallen en sterven. Daar gaat hij de grond in. Wat moet dat worden? Nou, wacht maar af. Kijk maar wat er met die korrel gebeurt. Ja, hij vergaat. Inderdaad. Hij gaat tot ontbinding over, maar daar komt nieuw leven uit voort, een halm. En dan een aar vol korrels. Je vraagt je af, hoe is dat mogelijk, dat er uit zo'n tarwekorrel zoiets tevoorschijn komt? Onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Zo gaat het ook met het lichaam. De begraafplaats is als het ware een akker waarop gezaaid wordt. Het lichaam wordt begraven, gezaaid in de aarde. Nee, dat is niet het einde van het lichaam, zeker. Het is zaaien onder tranen. Het is heel wat om het lichaam van je vrouw, je man, je kind te moeten achterlaten in het graf. Maar wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie zaait, die verwacht iets. Die kijkt uit naar de oogst. Die heeft een blij vooruitzicht. Zo is het ook met de lichamen van de ontslapen gelovigen, die worden begraven om eens op te staan. Eens. En Paulus maakt duidelijk wat het verschil is tussen het lichaam nu en het lichaam straks. Een vergankelijk lichaam wordt gezaaid. Dure kuren en behandelingen verbloemen het, maar ze veranderen er niets aan. Het lichaam takelt af. Op een dag is het op, soms veel eerder dan je lief is, maar een onvergankelijk lichaam zal worden opgewekt. Dat is even wat. Ons lichaam is nu regelmatig moe, het heeft vaak pijn, het gaat gebukt onder de een of andere handicap, maar het lichaam dat straks zal worden opgewekt zal onvergankelijk zijn. Geen ziekte zal het aantasten, geen ouderdom zal het aftakelen, het zal geen bril nodig hebben, geen gehoorapparaat, geen rolstoel.
het zal eeuwig fit blijven. Vervolgens zegt Paulus, het lichaam wordt gezaaid in oneer. We spreken wel eens over een eervolle begrafenis. Veel mensen, mooie toespraken, prachtige kransen. Maar begraven worden is nooit eervol. Begraven worden is nooit in overeenstemming met Gods bedoeling. Moet je horen hoe Psalm 8 ons bezingt. We zijn met eer en heerlijkheid gekroond, stralend, bijna goddelijk. Zo was het. Maar als je bij het lichaam staat van een uitgeteerde zieke met allerlei plastic slangen in zijn lijf, of bij een opgebaarde dode, dan klinkt Psalm 8 bijna als een vloek. Het lichaam wordt gezaaid in oneer, maar dat blijft niet zo. Het wordt anders, nog stralender dan in Psalm 8 beschreven staat, zullen we uit het graf komen, in heerlijkheid, in luister. Paulus vervolgt, het lichaam wordt gezaaid in zwakheid. Soms wil je van alles, maar je lichaam weigert dienst. Je bent opgebrand, je kan niet meer, dood op. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Er zijn verkeerde verlangens waar we aan toegeven, hartstocht. En ik bied nauwelijks weerstand, want wat ben ik zwak. Maar straks zal het lichaam worden opgewekt in kracht. Het zal als het ware één bonk dynamiet zijn. Helemaal toegewijd aan God, aan zijn dienst. En tenslotte zegt Paulus, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Dat is een lichaam dat beheerst wordt door onze natuur, door ons eigen ik. Een lichaam dat daarom altijd weer dwars tegen God, tegen Gods wil ingaat. Maar daar zal dat nieuwe lichaam geen last van hebben. Dat is een geestelijk lichaam. Dat wil zeggen een lichaam dat beheerst wordt door de Heilige Geest. Volkomen, van top tot teen. Zelfs de verborgen hoekjes van ons hart zullen schoon zijn. Mijn lichaam was een kraakpand van de zonde. Het wordt een volkomen tempel van de Heilige Geest. Zodat ik van harte bereid ben God te loven, te verheerlijken, altijd, ook met mijn lichaam. Eén ding is wel duidelijk. Mijn lichaam zal worden opgewekt. Het zal anders zijn. Heel anders. Maar het zal geen ander lichaam zijn. Mijn lichaam. Iets uit dit aardse bestaan gaat mee naar de overkant. Iets. Zij het gelouterd. Gereinigd. Daarom kan ik hier en nu niet raak leven. Daarom kan ik met mijn lichaam niet doen wat ik wil. Daarom hoor ik er zuinig op te zijn. Straks zal mijn lichaam helemaal gaaf zijn. God heeft ons goed geschapen, perfect, tof, staat er in het Hebreeuws. Toen God de mens zag, was hij helemaal tevreden. God stak als het ware zijn duim omhoog. Hij zei, de mens is zo tof. We mogen zelfs zeggen, God heeft aan ons lichaam de uiterste zorg besteed. Hij zei niet, er zij een mens en toen was er een mens. Nee, God formeerde ons lichaam op een bijzondere wijze uit het stof van de aarde. Eens zal ons lichaam zo weer worden. Gaaf. Ik hoop dat dit ook uw verwachting is. Wat zegt u? U durft dat niet te zeggen, maar vindt u het dan niet gedurfd om zo uw laatste dag tegemoet te gaan? Dat is spotten met uw leven, spotten met uw ziel, spotten met uw lichaam. Dat is vooral spotten met Jezus' liefde. Weet u wat u moet doen? U, voor het eerst of opnieuw, met huid en haar, met ziel en lichaam, toevertrouwen aan Hem, die met open armen op u wacht. Jezus. Dan kan u zeggen, ik ben van Hem,
zijn eigendom. En Jezus is zuinig op zijn eigendom. Hij heeft zich ervoor dood gewerkt en met zijn leven betaald. En hij zegt, wie van mij is, die zal niet verloren gaan in eeuwigheid. Dat geeft troost. Het zij dat ik leef, het zij dat ik sterf, ik ben helemaal van Jezus. Zoals de tarwekorrel wordt gezaaid, ontkiemt en groeit en wordt opnieuw geboren en als een rijpe aar wordt afgemaaid. Zo gaat mijn lichaam niet voorgoed verloren. Ik zal verheerlijkt opstaan in het licht en leven voor Gods aangezicht. Amen. Zullen we samen de Heere God bidden en danken. Heer onze God, wij zijn kunstig gemaakt. U hebt er bijzondere aandacht aan besteed, aan de schepping van ons lichaam ook. En wij danken u dat we niet hoeven te spreken over een stoffelijk overschot. Nee, u hebt, Heere Jezus, ook voor ons lichaam betaald, duur betaald. En daarom heeft ook ons lichaam toekomst. Dank u wel voor dit vergezicht wat we mochten horen. We bidden, laat het een blij vooruitzicht zijn dat ons streelt. Geef dat het ons ook moed en kracht geeft als we staan bij het graf van een geliefde. Een man, een vrouw, een kind, ouders. Heere, geef dat we vooruit mogen zien naar de dag waarop u komt, Heere Jezus, in heerlijkheid, en waarop ons eigen lichaam zal opstaan. Wij bidden, wees met ons deze dag. Wees met ons in deze zorgelijke tijden. Bewaar ons, bescherm ons, wees een schild om ons heen. We horen hoeveel mensen in Nederland, hoeveel mensen in deze wereld overlijden vanwege het coronavirus. We bidden, wilt u alstublieft het een halt toeroepen? U kunt dat toch? U bent toch de Almachtige. U hoeft maar te spreken en het gebeurt, te gebieden. Vader, doe dat alstublieft, opdat we op deze aarde in verwondering u mogen aanbidden, omdat u het hebt gedaan. Doe ook in onze tijd wonderen. We beseffen, we vragen veel, we verdienen helemaal niets. We moeten het belijden. We zijn u vergeten. We moeten het u belijden. We hebben aan u voorbij geleefd. En daarom breng ons door de situatie terug bij u. U die met open armen op ons wacht. Zegen ons, allen die ons lief zijn. Wees met uw kerk op deze aarde. Ga door met uw werk. Tot de dag waarop u komt, Heere Jezus. Ja, daar zien we naar uit. Maranatha. Amen.